Zo, ouwe. Zo hoor je te zitten, hè? Gaan we samen lekker weer even naar de zee kijken. Zo hoor je te staan en niet andersom. Sjors Brouwer en met hem zo'n beetje alle Zandvoorters kunnen weer rustig gaan slapen. De oude garnalenvisser, al 50 jaar een icoon in het dorp, kijkt weer naar de zee. Zo hoort hij en niet andersom. Hè? Wat vind je ervan? Ben je weer blij? Hartstikke blij is hij. Maar dat was dinsdag wel anders. Ga je draaien, ouwe. Het beeld van Kees Verkade was na werkzaamheden wel teruggezet, maar een kwartslag gedraaid. Ja, hier stond hij precies en dan keek hij zo uit over zee. Dan zag hij de getijden komen en gaan. Maar nou staat hij zo. Dat kan niet. Hij hoort naar zee te kijken, want het is een visser. Hij kijkt rechtstreeks op die flat daarop af. Het was een bewuste keuze, zei de gemeente. Maar daar konden de Zandvoorters niet mee leven. En uiteindelijk was het ook Kees Verkade zelf die eiste dat het beeld naar zee teruggedraaid moest worden. Je moet respect hebben voor die kunstenaar, meneer Verkade, en voor dit mannetje. Heel simpel. Goed zo. Hier zitten drie tevreden heren. Ik ben zeer tevreden. Zeker weten. Ja. Erg blij dat het nu opgelost is. Ik vind het alleen heel erg jammer dat het zo lang heeft moeten duren. Fijn hè, om zo naar de zee te kijken. Heerlijk. Elke dag. En elke dag gaan we altijd even naar het strand om te kijken of het water er nog ligt. Waar halen ze het vandaan, hè? Belachelijk. Ze zijn niet goed bij een koekoek. Het is toch een prachtig uitzicht, over zee kijken. En nu vooral omdat er een beetje wind staat. En dan die koppen van die golven. Ja, we genieten daar ook van, hoor. Elke dag, nu weer.